Hey. Hey. Ach, das ist ein good move. Was macht das Mensch im Baum? Bitte lass. Say cheese. Cheese. Beinir. Die man gisteren van die video. Echt baas. 150 en scheid. Ja, gewoon die geen fuck geven om het leven. Nee, wel om het leven. Ja, wel om het leven. Juist. De meningen van mensen. Yes. Het is mijn soort. Niet zo over mijn man praten. Je mag één keer slaan. Ik heb al één keer geslagen. Je mag één keer pletsen, dus. Ik ga niet slaan. Dat doe ik alleen als ik het zelf wil. Oh. Ik doe niks meer wat iemand mij zegt. Oh ja. Door de belt. Voortaan ik door de belt. Dat is duidelijk. Dat pak ik leuk. Oh, een snoertje. Die is ook klein. Dit is lang nu. Als je daar nog naar toe zegt. Het is bang. Huh? Yeah. Doei. Zag je haar in een paar leven? Waarom is ze bang? Elke hond wil spelen, maar zij rent altijd weg. Zij rent altijd high class. Nee, bang. Maar inmiddels zijn we weer een jaar verder en ze wint er niet aan. Aan wat? Aan gewoon normaal andere honden benaderen. En dat komt omdat ik niet zeg maar zo vaak met haar loop. Nou, dus ze wendt een beetje.
flitst het. En dan flitst het weer, denk ik. Weet je, mensen gaan met hun hond echt 4 keer op de bed. Ja. Ik ben dan lopen, 's ochtends, middag, avond. Ik loop bijna nooit met haar. Het is wel zielig eigenlijk. Maar goed, socialize heeft ze niks aan. Ik doe het zelf ook niet, dus... Het is alleen handig op het moment dat ze een keer zonder jou is. Ik ben ook niet social. Of los. Maar los kan zij nog niet echt. Ja. Stel, je zou haar nu loslaten en zou een grote hond komen, zou zij voor haar leven rennen. Ja. Of ze zou juist helemaal gek doen. Ja, eerst gek doen en als die hond wat doet, wegrennen. Zo kennen we net. We kennen die gewoon als een zielige. Ah, nee. Als een opvoeder. Mount Everest. Of niet zo hoog. Ja, laten we wat later beginnen. Och. Ik ben niet zo laag. Welke vrouw? Dat is de vorige zomer, was er een vrouw van mij hier. Ik weet niet. En in de middag. Blijkbaar was er toen ook eentje in Limburg vermoord door dezelfde dader. Die was gewoon even een weekendje naar Limburg en dan datzelfde weekend terug hier. Zo. Twee mensen vermoord. En ik was die 24 jaar of zo. Dat is wel jong. Gewoon psychisch. Zonder reden. Van die feitjes die zeg maar echt gesteld doen staan. Mm-hmm. Eén daarvan was, in je leven loop je ongeveer zo'n 16 keer langs een moordenaar. Mm-hmm. Zonder dat je door hebt. Ja, dat zou best kunnen. En zeg maar in een gemiddelde leven. Ja, doe wel vaker. Ik naast een moordenaar. Ja, ik ben er zelf één. Je bent zelf een moordenaar inderdaad. Ik ga zo checken. Herfst. Als het zeg maar echt herfst is. Mm-hmm. Dan gaan we weer hier komen. Dan gaan we shooten. Ik ga jou shooten. Die maak je helemaal op en zo. Oh. Oké. Okay. Hallo. Waarom moet ik me helemaal opmaken? Ik ben natuurlijk wel ook mooi. Nou. Oké. Een beetje natuurlijk wel. Het is maar net wat je mooi vindt, hè? Wat vind jij mooi? Jou. En kijk, witte stip. Ik ga dan zo op tegen me aanspringen en weer doorlopen.